Dit item wordt mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van HondenTV. Ook deze week gaan we weer een hondenheld bezoeken. Daarnaast zien we wat Canicross nou precies is. En we hebben deze week niet één bijzondere hond in de studio, maar liefst drie. Namelijk, even uit mijn hoofd, Saartje, Joy en Hoop. En Brenda is natuurlijk ook nog meegekomen. Welkom. Ja, dankjewel. En Annelie, ook welkom. Dank je. Laten we even beginnen bij waarom drie honden? Want dat vraagt de kijker zich natuurlijk nu af. Ja, omdat ik ben Labrador Fokker. Dus ja, je begint er natuurlijk dan met eentje. Ja. En dan ga je kijken of alles goed is. En of het zo mag zijn, zeg maar. En daar hebben we één dochter uitgehouden. Joy. Joy. En uit het laatste nest hebben we er ook eentje gehouden. Een meisje, Hoop. Maar dat is ook een beetje waar het ding begon, het probleem. Hè? Want bij dat laatste nestje, wat gebeurde daar? Ja, we wisten dat het een keizersnee zou worden. Want dus we wisten dat er maar twee pups waren. Dus alle pups hebben alle ruimte om te groeien. Worden ze te groot? Worden ze te groot. Dus op het moment dat ze weeën kreeg, hebben we de kliniek gebeld. En hebben we besloten voor een keizersnee. En dat is afhankelijk allemaal heel goed gegaan. Ze herstelden heel snel en de pups deden dat fantastisch. Maar daarna zagen we toch zeg maar wat rode bultjes ontstaan. Zeg maar, hè. Rode bultjes, waar ontstonden die? Nou, die stonden vooral, zeg maar, zo'n teefje die gaat natuurlijk na de bevalling wat haar verliezen. Mm-hmm. En dus op de achterpoten en bij de oksels. En daar kwamen ook de rode bultjes tot uiting, zeg maar. En toen belde Brenda jou. Ja. Rode bultjes, wat rode moet ik bultjes nu? Ja, maar door die keizersnee heeft een hele de bevalling op zichzelf, de hele hormoonhuishouding ging eigenlijk door de war. En dat was eigenlijk de kern van het probleem. En daardoor liet hij ook zijn huid vallen. En door middel van het advies op vers vlees en vitamine B, want vitamine B is ook een hormoonvitamine, hebben we Saartje weer zo goed gekregen zoals ze er nu uitziet. Maar hoe werkt dat precies? Wat moet je uiteindelijk doen om dit weer op orde te krijgen? Nou, want haar valt uit. En een zwangerschap op zich is natuurlijk, met je hormoonhuishouding is natuurlijk een evenwicht moet dat zijn. Net zoals bij mensen. Bij Saartje was dat in onbalans. En door middel van de vitamine B probeer je weer die balans terug te vinden in de hormoonhuishouding. En dat is wel goed gelukt. Dat is wel goed gelukt, toch? Dat is absoluut goed gelukt. Ja, want Hopie is nu 4,5 maand en moeder ziet er prachtig mooi uit. Ziet fantastisch in de vacht en is helemaal in topconditie. Wat betekent deze honden nou voor jou? Ontzettend veel. Ja, ik zeg altijd, het zijn echt mijn meisjes. Ja, ze zijn ontzettend belangrijk. Ze zijn alle drie heel verschillend van karakter. Maar op ieder ben ik echt helemaal gek, zeg maar. Ja, ze zijn ontzettend belangrijk voor mij. Merk je ook dat Saartje blijer werd toen uiteindelijk alles weer voorbij was? Ze voelde zich weer goed? Ja, absoluut. Ja, ze is ondanks dat wel ontzettend blijven moederen. Ze is een fantastische, fantastische moeder. Maar naarmate de klachten natuurlijk minder, ja, was natuurlijk fantastisch. En konden we natuurlijk weer heerlijk zwemmen, wat het meest belangrijke is voor een Labrador. Ja, zwemmen. Als Joy dat hoort, dan wordt ze volgens mij wel blij, toch? Hartstikke blij. Dit item werd mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief.